Welkom allemaal. Vandaag herdenken wij een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid. Wij staan vol afschuw en met pijn in ons hart stil bij al het leed dat onze voorouders is aangedaan. Wij eren alle tot slaafgemaakten en het heldhaftig verzet van onze jonge mannen en vrouwen. Maar wij, nazaten van tot slaafgemaakten, dragen nog steeds de bittere erfenis en de pijn van slavernij in ons lichaam. Geketend aan handen, voeten en nek, ontheemd, ontworteld, volledig ontmenselijkt, uitgeput en in een traumatische doodsangst kwamen in de 17e eeuw onze voorouders aan in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De overtocht was zwaar. Het was een hel. Jonge mannen, vrouwen, kinderen in de kracht van hun leven, weggerukt van huis en familie, opgestapeld in het ruim van slavenschepen als drijvende waar. Overgeleverd aan honger, ziektes, vernederingen, verkrachtingen, ontberingen waar geen eind aan leek te komen. Wat deze jonge mannen en vrouwen in leven hield, was de pure Afrikaanse wilskracht, de spiritualiteit en de liederen die ze aan boord zongen om elkaar te motiveren. Velen kwamen in opstand, weigerden voedsel of pleegden zelfmoord. Miljoenen hebben de tocht niet overleefd en stierven door erbarmelijke omstandigheden. Degenen die aankwamen in de Caraïben en Suriname stond een vreselijk lot te wachten van 400 jaar slavernij en koloniale overheersing. Zo ook mijn voorouders die te werk gesteld werden op de suikerplantage Nursery in Suriname. En hier sta ik nu, ruim 150 jaar later, een vrucht van de zwarte diaspora, gezond en in de kracht van mijn leven, met dank aan mijn voorouders en jullie voorouders die gestreden hebben voor onze vrijheid, heldhaftige mannen en vrouwen die de meest gruwelijke straffen trotseerden om hun waardigheid, menselijkheid en vrijheid te herwinnen. In deze periode is ook de mythe van de sterke en onafhankelijke zwarte vrouw geboren. Gehard door het leven op de plantages hielden zij zich staande ondanks het fysieke geweld en misbruik. Ze waren echter veel meer dan alleen een anker voor veelal uit elkaar gerukte gezinnen. Daarom wil ik tijdens deze herdenking aandacht geven aan de zwarte vrouw die ondanks alle vernederingen hun waardigheid en vrouwelijkheid hebben behouden. Er zijn vele verhalen te vertellen over hun moed en heldendaden ten tijde van de slavernij. Daarvoor moeten we kijken naar de verhalen van het tot slaafgemaakte zelf. Zo is er het heroïsche verhaal van Carlotta, een trotse Yoruba, ontvoerd als jong meisje en tot slaaf gemaakt en verscheept naar Cuba. Ze stond bekend om haar intelligentie en muzikaliteit. Zij gebruikte gecodeerde communicatie via drums om samen met anderen een grote slavenopstand zorgvuldig voor te bereiden. Op 5 november 1843 was het zover en leidde Carlotta persoonlijk de opstand met een machete als wapen in haar hand. Bestormde zij samen met anderen de suikerplantage Triumvirato en bevrijdde alle tot slaaf gemaakte. Die opstand duurde langer dan een jaar, waarbij 5 plantages werden bevrijd. Een jaar lang mochten zij proeven van de zwaar bevochten vrijheid. De opstand werd echter met veel geweld bloedig neergeslagen. Carlotta werd gevangen gezet en tot dood veroordeeld. Ze werd met handen en voeten aan paarden gebonden die in tegenovergestelde richting gestuurd werden om haar lichaam op brute wijze te vernietigen en daarmee ook elke herinnering aan haar.
Zo zijn er vele voorbeelden van de wreedheid van de slavernij en pogingen om de zwarte geest en lichaam te vernietigen middels zware martelingen. Maar wat men nooit begrepen heeft, is dat wij, nazaten, de geschiedenis van onze voorouders collectief in ons lichaam en in onze ziel overgedragen krijgen. Het verzet van zwarte vrouwen, die vele manieren kenden om het slavernijsysteem te ondermijnen, heeft een belangrijke rol gespeeld in het afschaffen van de slavernij. Mijn dank en hulde is groot aan de zwarte vrouw uit wiens schoot de mensheid tenslotte is geboren. We zijn nu ruim anderhalve eeuw verder sinds de afschaffing van de slavernij. Maar de raciale vooroordelen en koloniale structuren laten hun wrede sporen na in onze huidige maatschappij. De herkenbare misstanden zoals etnisch profileren, arbeidsmarktdiscriminatie, achterstelling in het onderwijs en andere vormen van institutioneel racisme waarmee onze samenleving te kampen heeft, vinden hun wortels in het koloniaal verleden. De actualiteit hiervan wordt geïllustreerd door de toenemende xenofobie en afrofobie die zonder gêne onverbloemd tentoongespreid wordt. Moet ik mij zorgen maken om mijn jongens, 3 prachtige zwarte jonge mannen? Moet u zich zorgen maken om uw dochters, neven en nichten die hun weg nog moeten vinden in de samenleving? Ik wil niet dat ze beoordeeld worden op hun huidskleur of achternaam als ze op zoek gaan naar een baan. Ik wil niet dat ze door de politie aangehouden worden omdat ze zwart zijn en dus verdacht. Ik wil niet dat ze een lager schooladvies krijgen omdat ze zijn simpel wie ze zijn. Dit gaat om menselijke normen en waarden, rechtvaardigheid en beschaving. Want in een beschaafd land hoor je je niet in te vechten omdat je er toevallig anders uitziet dan de heersende norm. Een beschaafd land biedt haar excuses aan voor 400 jaar slavernij en koloniaal verleden. Een beschaafd land compenseert de slachtoffers en niet de slavenhouders. Slavenhouders en aandeelhouders die na de afschaffing van de slavernij 300 gulden per tot slaafgemaakte kregen uitgekeerd. Er is veel te weinig erkenning en aandacht voor het Nederlands slavernijverleden en de pijn en trauma's die het heeft veroorzaakt. De filosoof Emmanuel Levinas schreef dat alleen in de ontmoeting met een ander wij ons bestaan kunnen rechtvaardigen. Nederland, ontmoet ons. Luister naar ons. Luister naar onze voorouders. Alleen dan kan er ruimte ontstaan voor erkenning waaruit wederzijds respect en waardigheid kan vloeien. En eventueel de wonden kunnen helen. Daar is moed voor nodig en leiderschap die een inclusieve samenleving wil bouwen. Een samenleving waar diversiteit gezien wordt als een kracht en bron van inspiratie. Dat vraagt om inzicht en bereidheid van de witte samenleving en instituties zoals de media, politiek, vakbond en onderwijs om witte privileges op te geven en te bevragen. Het denken te transformeren en te decoloniseren. Ik ben ervan overtuigd dat die bereidheid aan het groeien is en langzaam gestalte begint te krijgen. Ik zie dat en ik voel dat in onze samenwerking met de gemeente Amsterdam, met een aantal ministeries en andere gelijkgezinden. Het slavernijverleden is tenslotte gemeenschappelijk erfgoed, een rode draad in onze geschiedenis. Het gaat ons allemaal aan, ongeacht afkomst, status of leeftijd.